Brent, we zitten hier op een schoolplein van jouw oude basisschool. Waarom zitten we hier precies? Ja, hier ben ik eigenlijk begonnen met voetballen. Zoals je kan zien achter mij is het voetbalplein. Daardoor ben ik eigenlijk gaan voetballen. Met pauzes natuurlijk twee keer een kwartiertje. En na school eigenlijk uren met mijn vrienden, met mijn neven. Ja, altijd eigenlijk wel. Ik zat eerst natuurlijk op judo een jaar nadat ik klaar was met zwemmen. En ik mocht maar één sport van mijn moeder, dus ik ben toen begonnen met judoën. Achteraf was dat geen goede keuze, want ik had het veel meer naar mijn zin op straat met vrienden. En jongens zeiden altijd van mij, tegen mij van ga op voetbal, je hebt talent. Dus toen ben ik samen met mijn neef op een 7-jarige leeftijd op voetbal gegaan bij de club SC Woerden. Ja, ik begon in de F9, samen dus met mijn neef. En dat was geen selectie. We kwamen net op voetbal en dat was eigenlijk een niveau te laag voor ons. We wonnen elke wedstrijd dik met 15-0. En toen, dat jaar daarop, kwamen we nog steeds niet in een selectie. Het was eigenlijk weer hetzelfde verhaal. En uiteindelijk zijn we toch in de selectie gekomen in de E3 en daarna kwam de E1. En toen zijn we allebei gescout door de Alphense Boys. Dat was voetbal op hoog niveau, dat is eigenlijk bijna de top van de amateurs. Je speelt daar wel eens oefenwedstrijden tegen bijvoorbeeld Feyenoord of Sparta, waar ze samenwerking mee hebben gehad of hebben. Dus je speelt daar op hoog niveau en uiteindelijk ben ik daar ook gescout door Vitesse. Daar ligt er denk ik een brief op je mat, of niet? Nee, dat was eigenlijk een best apart verhaal. Ik heb die brief nooit gehad, maar dat is gegaan via Joey. Hij zat ook bij mij in het team. Hij kreeg wel een brief en ik niet. Ik wist ook niet dat ik een brief zou krijgen, maar achteraf hoorde ik van hem na een gesprek dat hij had gevoerd bij Vitesse, dat Vitesse ook interesse in mij had. Alleen die brief is nooit aangekomen op een of andere manier. Dus eigenlijk vandaar zijn we erachter gekomen dat Vitesse interesse had. En toen hebben wij zelf contact gelegd met Vitesse en uiteindelijk besloten om toch aan te sluiten. Dat was vrij laat in het seizoen, dus er was nog maar één toernooi. En na een training die ik had gevolgd op de stage, kwam Toon Harteling naar me toe en zei je moet mee op toernooi. En daar waren teams zoals PSV en Dortmund. En ik kon me eigenlijk gelijk bewijzen. De eerste wedstrijd was tegen PSV. En ik speelde een goede wedstrijd. En die trainers kwamen al naar me toe en zeiden jij moet gaan komen bij Vitesse. Ik heb eigenlijk geen moment getwijfeld. Ik heb vanaf kleins af aan willen voetballen. Dat is eigenlijk wel een jongensdroom, denk ik. En het enige wat ik dacht is, ik wil die droom waarmaken. En vandaar ben ik gelijk, zonder enige twijfel, heb ik de stap gemaakt naar Vitesse. Dan doorloop je zo die jaren zo bij Vitesse. Heb jij aan een van de trainers hele goede herinneringen of aan een ploeggenoot? Of... Sowieso Theo Jansen afgelopen jaar is eigenlijk een clubheld. Hij heeft veel ervaring, heeft mij veel kunnen meegeven, wat ook eigenlijk mijn beslissende jaar was. Het tweede jaar van de onder 19, waar ik onder hem goed heb gepresteerd, waardoor ik eigenlijk een contract heb verdiend. Theo Jansen is een goede trainer waar ik een goede band mee had. Ook Ruud Knol, het eerste jaar dat ik bij Vitesse kwam, had ik een hele goede band met hem en vond ik hem een hele goede trainer. En onder hem haalde ik ook het Nederlands elftal, de voorselectie een paar keer. Dus met Ruud Knol heb ik ook veel te danken. Zijn er dan nog wel eens wijze lessen waar je aan terugdenkt, die zij misschien aan je meegaven? Ja, voorbeelden van traptechniek, inzicht of gewoon ervaringen van hun die hun hebben meegemaakt of op hoog niveau hebben gespeeld. Dat ze mij willen meegeven en daar heb ik zeker veel van opgestoken. En je meest succesvolle jaar tot nu toe bij Vitesse? Mijn meest succesvolle jaar is vorig jaar, denk ik. Dat is mijn beslissende jaar geweest of het wel aansluiting bij het eerste of niet. En ik moest er alles aan doen en het was eigenlijk mijn beste jaar. Geen blessures gehad, alles gespeeld. Dat was voor mij een heel goed jaar. En uiteindelijk wordt dan ook bevestigd met het aanbieden van een contract dat je het verdient. Wat betekent dat? Ja, voor mij is dat gewoon een beloning op mijn harde werken. Het doet me ook denken aan vroeger, wanneer bijvoorbeeld mijn opa en oma voor me reden. En mijn ouders of mijn tante en oom.
Ja, die hebben altijd voor me gereden en om dan een contract te krijgen, dat is emotioneel wel, doet dat wat met me, ja. Als je dan stiekem een beetje mag dromen, wat hoop je dan voor misschien komend jaar en als je verder kijkt in de toekomst voor daarna? Ik hoop sowieso komend jaar mijn debuut te maken in het eerste en meerdere wedstrijden te gaan spelen. Ja, gewoon mezelf ontwikkelen en toch een droom van mij is om in Engeland te voetballen over 5 tot 10 jaar. Dat is een droom die ik wil waarmaken.